Meer winst voor Philips. Design Awards uitgereikt in Klokgebouw. En fietsen door Ethiopië voor het goede doel. Philips heeft in het derde kwartaal van dit jaar flink meer winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Het elektronica-concern boekte afgelopen kwartaal een netto-winst van 281 miljoen euro, tegen 105 miljoen euro een jaar eerder. De omzet zakte wel iets naar 5,6 miljard euro. Topman Frans van Houten is tevreden. Volgens hem zijn de goede cijfers te danken aan het investeren in nieuwe producten en het snijden in de kosten, zoals het ontslaan van medewerkers. Ik zeg altijd, een goede ondernemer die snijdt met de linkerhand en die investeert met de rechterhand. En Philips doet allebei. We hebben in de laatste 2 jaar onze investeringen in research and development met maar liefst 9% doen stijgen. En ook de investeringen in onze salesorganisatie met 6% laten omhoog gaan. Tegelijkertijd hebben we onze indirecte kosten flink verlaagd. En dat heeft het mogelijk gemaakt om die investeringen te doen, maar ook om natuurlijk dan de resultaatsverbetering te realiseren. Vooral de lichtdivisie en de consumentenelektronica deden het goed. Bij de afdeling healthcare liep het aantal orders terug. Philips deed vooral goede zaken in groeimarkten India en China. Voor de rest van het jaar verwacht Van Houten dat de economische crisis nog wel negatieve effecten kan hebben op de omzet.